Het was een flinke brand die ontstond rond 4:30 op de eerste verdieping van het complex. Een van de bewoners is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij rook had ingeademd. Andere bewoner is gearresteerd omdat hij hulpverleners in de weg liep. We gaan naar verslaggever Alice van der Plas in Bokstel. Alice, wat is het laatste nieuws daar? Nou, de brand is inmiddels lang en breed geblust. De brandweer is inmiddels zojuist vertrokken en de rust is voorlopig even wedergekeerd. Maar vannacht was het wel even consternatie. 7 appartementen moesten worden ontruimd. Om 4:30 werd het vuur ontdekt. En het is eigenlijk midden in het centrum van Bokstel, recht onder de kerktoren. De politie heeft een verwarde man meegenomen. Dat is de bewoner van het appartement waar de brand was. Die is met hulp van buurtbewoners door de politie naar beneden gehaald en meegenomen. En die man die was in verwarde toestand. Je zegt al 7 appartementen ontruimd. Die mensen stonden dus gewoon op straat dan? Die mensen stonden inderdaad op straat, inmiddels niet meer, maar 2 appartementen zijn helemaal onbewoonbaar. Dus die bewoners die kunnen niet terug. En een 3e appartement heeft heel veel rookschade opgelopen. Dus daar moet ook nog even naar gekeken worden. Die moet nog even worden schoongemaakt. Wat de oorzaak is van deze brand is niet bekend. De bewoner was verwacht, maar of hij die brand heeft aangestoken of dat er een ongeluk is gebeurd, daarvan zegt de brandweer, ja, dat weten we op dit moment nog niet. Maar er is wel inmiddels een onderzoek gestart naar de oorzaak van deze brand.